Brian Farley, ik denk dat jij met volle overtuiging helaas de Italianen hebt moeten feliciteren, want het is terecht. Ja, het is terecht. Die waren gewoon vandaag de betere team. Volgens mij hadden de 10 hoogslagen in de eerste 3 innings tegen gewoon goede werpers. Wij hadden onze werpers klaar. Wij hadden gewoon 3 professionele werpers klaar voor deze wedstrijd. Helaas, Martens had zijn dag niet. Snelheid was laag en locatie was ook niet goed. En ja, resultaat in veel hoogslagen, veel situaties, onder druk de hele tijd. Hij maakte een snel wissel en je verwacht wel die tweede werper Solbrand dat ook hebben. Hij maakte een goede pitch voor het dubbelspel, wat mij betreft. Op dat moment waren we uit de inning, maar de scheidsrechter had een andere mening op dat moment. En ja, het is ineens 3-1. Komen uit de inning, komen terug met een home run van de Cuba, 3-2, en nog in de wedstrijd. En dan de 5e inning, ja, alles brak los. Een paar ballen door de gaten heen, met ogen zeggen we. En ineens kom je met volle honken met 2-0. En dat was het moment van de wedstrijd. En dat toorde de catcher, hij sloeg de bal door het midden. En hij was niet hard geraakt, maar echt geplaatst. En op het moment dat Nicky de bal wil vangen, ging hij onder zijn handschoen heen. En dan maakte het in plaats van 4-2 einde inning, maakte het 6-2. En dan de volgende slagman slaat de volgende bal over Connors hoofd. En die gaat van 4-2 einde inning tot 8-2 achter. En op dat moment is het heel moeilijk tegen dit soort team terug te komen. In Panama waren jullie underdog, nu favoriet. Is dat toch moeilijker honkballen? Ja, nou, blijkbaar wel. Want we hebben het niet gedaan. Dus we zijn ontzettend teleurgesteld. En we hadden dit moeten winnen. En we wouden het winnen voor onze fans. En de mensen hier die ondersteunen. Maar ook voor de spelers en staff. Maar het is niet gebeurd. En nogmaals, Italië speelt op het moment beter dan ons. En die hebben het dik verdiend. Is het EK voor jullie nu volledig mislukt? Ja. Ja, zeker. Als je hier komt en je tweede prijs hebt, ik heb niets met tweede. Ik wil gewoon eerste worden, wij willen eerste worden. We zijn de beste team uit Europa, maar niet op de dag. En op dit moment kunnen we niet zeggen dat we het beste team van Europa zijn. Want het beste team heeft voor ons gewonnen vandaag. En we moeten gewoon herstellen, evalueren wat is gebeurd. En weer een gameplan maken en we komen terug hoor.